Niet normaal, hè? Zo, wat een bak. Een bak, hè? Tweede ochtend en het begint te lopen. Wow. Een gevecht, jongens. Wow, in die wind, jongen. Man. Oh, ik wou er elke keer van weg en dan hak hem bijna. En Koos, ben je blij? Ja! Hoppa! Wow. Wow. Tweede ochtend op Salagoe. Allebei de eerste vis weten te vangen. Allebei een prachtige spiegel. Mooi man. Hé maat? Ja. Ja. Op naar de volgende. Hengels gaan we snel op de vloerplek. En dan hoop dat we nog meer kunnen vangen. Dan gaat ze terug. Nee, zeg. Zo, de derde ochtend op Salagoe. We werden gewekt door een run. Helaas kregen we lijmbreuk. Maar besloten om de hengel snel terug te leggen. Wat voer erop. En toen liep de hengel weer aan. Deze prachtige schub. Typische vis voor hier. Gaan zo nog mooi wat foto's maken. Nog wat filmen. En dan mag deze ook weer terug. Hopen op de volgende. En we zijn benieuwd wat er nog komen gaat. Nice blind, hoppakee! Ja, daar gaat hij! We hebben er een, of niet, Koos? Wow, super blij mee, man! Net in de volle regen liep de hengel aan. En we hebben weer een prachtige spiegel. Ja, echt een mooie man. Kom eens kijken, Teun. Wow! Oei, joh, dat is een goede vis. Hij ziet er leuk uit. Vierde vis van de sessie. Gruwelijke onweersbui. Wow, regen. Niet normaal. Maar we hebben hem. Ja, niet de grootste, maar wel een super mooi visje van een mooie Salagoe. Een beauty. Nou, die gaat dus heel mooi terug. En zijn we blij, Koos? Ja, superleuk. Hey, superleuk. Op naar de volgende. Zeik is nat, maar ja. Dat is allemaal waar. Allemaal waar. Ja. Ja, ik denk dat wel. Ja, in de boot? Ja. Yo. Moet je wel even het schepnet even hebben. Ja.
Wow. Gaaf, hè, Teun? Ja. Wow. Dikke bak. Ze worden steeds groter. Wow, joh. Echt wel. We hebben meegevangen, coach. Wow. Kijk het net, man. Zo. Dit is een behoorlijke vis. Man. Wow. Vet, hè? Ja. Man. Oh. Nee, die koers rond de 28 kilo. Wow, mannen. Wat een vis. Oh. 27,9 kilo. Lak de Salagou. Wow. Wat een bak. Oh, ik heb er even geen woorden voor. Mega mooi. Wow, mannen. Hij gaat terug. Kan iemand anders hem ontvangen, hè? Wat een vis. Wow. Wacht. Nou, dikke. Wow. Dikke man. Hey, op naar de volgende. Wow. Een droom niet uit te spelen, Nico. Echt wel, ja. Echt wel. Gaaf. Wow. Bedankt, maat. Geen probleem. Hey, bedankt. Tik er nog een keer aan. Nog een keertje. Hey. Zo, het lijkt of de vissen het voer gevonden hebben. Krijgen de een naar de andere aanbeet. Koos dan net nog een prachtige spiegel van 27,9 kilo. Niet normaal. Ik heb ook super tevreden met de schub. Typische vis voor Salagou. Ik ga even wat foto's maken. Mag deze ook weer terug. Ik ga flink wat voeren. En dan op naar de volgende paar vissen. Oh, super blij mee. Zo, dan gaat hij weer netjes terug. Die heeft zijn vrijheid weer verdiend, deze. Hoi, op naar de volgende. Mooi. Goedemorgen allemaal. Ik ben de grootste vis hier van Salagou. Prachtige schub. Midden in de nacht liep de hengel aan. Het lijkt op de vissen echt vol op het voer zitten. We krijgen veel rund. En als we allemaal zo'n vissen weten te vangen, ja, prachtig. Dat in zo'n mooie omgeving, en de water van 750 hectare, ja, het gaat nooit vervelen. Prachtig. We gaan even wat foto's maken van deze mooie schub. Heeft hij de vrijheid ook weer verdiend. De hengel weer terugleggen en ook naar de volgende. Een behoorlijke vis, of niet, Koos? Wow, echt hè? En blij mee? Ja, zeker. Ja. Wow. 21 kilo, eerste schubkaper voor mij. Supermooi. Ik ben benieuwd wat Salagou nog meer een petto heeft voor ons. Wow, harde wind. Ja, wind op de kant. Vis in de hand. Zo, die kan weer terug.
op naar de volgende zou ik zeggen. Wow, een harde wind. Huppakee. Echt een mooie vis. Hey Koos, hey, op de volgende, tik hem aan. Weer een prachtige 30 weer te vangen met een mooie zonsondergang. We zijn benieuwd wat de nacht gaat brengen. We hebben er volste vertrouwen in, er ligt nu genoeg voer op de boerplek. De vis zit in de sector, dus we verwachten er wel iets van. Ik ben erg benieuwd, we gaan deze zo terugzetten, nog wat foto's maken. De hengel eruit varen en op naar de volgende. Daar gaat hij weer. Hey, op naar de volgende. We hebben nu weer een nachtje voor de boeg. Dus we zijn benieuwd wat eruit gaat komen. Ja, zeker. Ja, zeker. Hengel eruit varen en gaan. Actie! Hoi! Wow mannen, vanaf 5 uur vanmorgen is het hier helemaal losgegaan op Sallago. We hebben 5 vissen gevangen. Echt hele mooie erbij. We hebben een hele mooie rijen spiegel gevangen. Ja, echt pracht van een vis. En de foto's zullen volgen. We gaan hem zo weer terugzetten. Echt een prachtige vis. Niet normaal, gewoon een rijkapper op Sallago. Oh, geweldig. Geweldig, hoppakee. Niet de grootste, wel een hele mooie. Ja, en blijft een Sallago vis natuurlijk, hè. Kijk, een echte Sallago schubkaart. Oh. En wild mannen. Wow, waar zijn ze wild. Hij mag weer snel terug. Oh. Hoppakee. Ja, de bonusvis. Tweede werd niet wakker. Ja, we gaan live run, live run. Hey. Oh shit. Wow, twee, niet normaal man. Oh. Tijdens het filmen van de andere vis liep er alweer een hengel aan. Niet normaal. Jong. Ik moet eigenlijk nog 3 dagen slapen, denk ik. Ja. Dat was een kort nachtje. Ja, behoorlijk, ja. Oh, ik zie hem al. Oh, een meerval. Oei, die zwem hier ook. Oei, oei, oei. Ik dacht ik echt de goeie eraan had. Oei. Ja, die zwemmen hier helaas ook, Koos. Spot voor Jan Boer. Nou, dat is nog best een verzoening, zeg. He? Wel een grote meerval, hoor. Ja, kijk. Wow, die heeft een hele voerplaats leeg. Nou, weer is hij dan, man, hè? Man, man, man. Van beest weer. Nou, die kan weer bolletjes gaan eten. Oké. Ja, daar ben ik niet zo heel blij mee. Een bonusvis voor mij, omdat Teun niet wakker werd door de run. Mooie vis. Beetje wild. Hoppakee. Bedankt Teun. Ja, geen probleem hè. Man, man, man. Ja. Gaat weer terug jongens. Hoppakee. Yes! Hoppakee.
zijn we weer. Daar zijn we weer. Wil jij hem scheppen, Teun? Ja, ga ik proberen. Is hij al dichtbij? Ja. Top, ga ik even kijken of we die kunnen landen. Ja. Oh ja, ik zie hem. Oeh. Een meerval, oh nee. Ja. Oei. Die hadden we eigenlijk niet aan zien komen, maar ja. Snel onthaken en weer terug. Daar zijn we weer. Lange schubbert. Salagoe. Mooie vis, 12 kilo. Ook de kleine vissen zijn hier. Heel mooi. We vangen op 150 meter afstand. Wow, hij wil echt terug. We hebben een dikke voorslag, hij zat een paar keer vast. Maar we hebben hem toch binnen gekregen. Hij mag weer terug in het prachtige water. Goh. Een behoorlijke meerval of niet, Koos? Niet normaal, zeg. Daar zijn ze, maat. One ding, zeg. Niet normaal. Oh. Daar zou Peter Hutting trots op zijn. Je gaat er snel terug, of niet, Koos? Ja. Dag. En nu hoop ik wel een kaper vangen. Oei, oei, oei. Jong. Wow, Teun. Ja, ik heb nogal een wilde. We zijn de maandag ooit anders begonnen, hè? Ja, echt prachtig om maandag zo te beginnen. Jezus. Ik kom het zelf goed. Wow. Echt, ja. Prachtig, man. Ja, ja? Niet normaal. Echt gaaf. We hebben ongeveer een week erop zitten. We hebben 5 nachten te gaan op Salagoe. Ik ben echt benieuwd wat het gaat geven. We hebben al 17 kapers gevangen. Wow. Ja, bizar. Het is echt een gouden sessie. Ja, een droomsessie. Ja, een droomsessie. Echt wel. En nog eens een filmsessie. En een filmsessie. Ja, echt geweldig. We gaan ze terug zijn. Ja, ze gaan terug. Jongen. Ja, de vrijheid weer van nu. Wow. Daar gaan ze. Kleine update, we hebben nu ongeveer 7 nachten gevist. We hebben nog 5 nachten gedaan, maar het voer begint aardig op te raken. Dus Koos heeft naar de bus toe om nieuw voer te halen. Daar gaan we alle hengels een keer opnieuw uitvaren, weer voer erop. En dan zijn we benieuwd wat de nacht gaat geven. Thank you.
Oh, Trinus. Hij loopt maar aan. Echt, hè? Voelt op zich wel goed aan. Ja? Ja, op zich wel. Maar het moet altijd maar blijken of hij een goede is. Ja. En geen meer vallen? Dat is, nee, die hebben we af en toe gehad, maar nee, die hoeven niet. Nee. Drama. Dat is een meerval. Nou, die vangen we dus ook, hè? Ja, die zwemmen hier ook. Oh, joh. Ellende. Niet wat we willen in ieder geval. Nee, dat is wel af en toe een beetje kloot hier. Zo, de nacht begon heel rustig eigenlijk. We kregen toch richting de ochtend een fluiter op een hengel. Het was helaas een meerval. Koos heeft nog de hengel snel uitgevaren voor het ochtendlicht. En toen kwam deze vis ook langs. Super blij mee. 14 kilo. En hij scheet voer weer volledig uit tussen vissen. Ja, ze hebben voer echt gevonden. Niet normaal dit. We gaan nog even wat foto's maken. En dan mag deze ook weer terug. En dus Koos weer aan de beurt. Dus ik ben benieuwd wat de volgende vangst gaat zijn. Zo midden op de dag een volle fluiter, of niet, Koos? Wow, en hij is echt gruwelijk sterk. Zo. Wow. Ja, die is wakker, ja. Er kwamen eigenlijk wat Fransmannen langs ons zitten. Maar daar hebben we vrij weinig last van, gelukkig. De hengel loopt gewoon aan. Ja. Een hoop op een karper, hè? Ja, dat zou echt helemaal geweldig zijn. Binnen op de dag, Koos. Hebben we niet vaak meegemaakt, of wel? Nee, echt niet. Nee. Geweldig. Ik schoot, man. Ik denk, wat krijgen we nou? Ach ja, weer een mooie schip in het net liggen. Ja, zeker wel. Kom ik van iets ondiepere stek af, wat dichter bij de kant. Hebben we een paar dagen terug wat vis zien springen. En er is al een paar vis opgeleverd. Mm-hmm. 3 meter diep ongeveer. Ook weer die snowman. Oh.
Zullen we eens gaan onthaken en gaan filmen? Zeker, ja, gaan we doen. Nummer 18 van de sessie. Ook weer een supermooie schub. Pal overdag, 5 uur 's middags. Superveel recreatie op het water. Toch vis vangen. Ja, supermooi. Eerst meestal wel rond op de voerstek. Verschillende dieptes. Dus ze veel kunnen zoeken, veel kunnen eten. Dus een beetje bezig blijven, dus op de stek blijven. En dan gaan we nou, ja, is een beetje slecht te zien met de zon misschien. Ja, dit is een mooi zuiver stukje. Het is al net te diep, dus ik had er 4 meter liggen. Gaat hij daar oplopen? En daar was je weer. Hij kan weer aanlopen, of niet, Koos? Ja, zeker weten, ja. Top. Hoop op zijn spiegel met schij. Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. Actie! Hey, hebben ze jong. Vroeg in de morgen, hè? Vroeg in de morgen, ja. En is het iets? Ja, dat is een mooi schepje. Kijk, prachtig. Succes, hè? Dank u. Zo vanochtend een prachtige torpedoschub van Salagoe weten te vangen. Hij is een beetje wild. Maar ik ga hem proberen op te tillen. Het wordt niet makkelijk. Echt een typische vis voor hier. Kei lang, mooie torpedoschub. Heel erg druk. Dus we gaan weer snel terugzetten. De hengel ligt alweer op zijn plek, dus die kan weer aanlopen. En we hebben nog 3 nachten te gaan, dus ik ben benieuwd wat we nog allemaal gaan vangen. Maar de sessie is eigenlijk al meer dan geslaagd. We zitten nu op 18 of 19 vissen, dus ja, kan die beter. Of deze ook weer zijn vrijheid verdient. Zo, en nu lekker even een ontbijtje maken. Dat ga jij maken? Nee, volgens mij niet. Nee. Oké. Okay. Succes, Koos.
Oh, een volle fluiter, Koos. Wow. Ik verschiet ervan. Oh jongens, rustig, rustig. De hele dag geen beet gehad op die hengel. En nou in één keer loopt hij aan. En hoe voelt hij aan? Op zich voelt hij goed aan. Het leek net of hij een beetje vast zit, maar toch niet. Er zitten inderdaad wel wat obstakels hier in het water. Ja, ja, er zitten echt wel... Veel wier zal er tussen zitten, maar waarschijnlijk wat oude worteltjes. Worteltjes. Ja. En dan kan de lijn af en toe achter blijven haken inderdaad. Oh maat, deze is wel heel sterk. Ja. Moet ik daar weer het waarpak aan doen dadelijk, of hoe wil je het doen? Ja, dat moeten we eigenlijk wel even doen. Ja. Ja, dan doe ik even een waarpak aan. Ja, doe maar. Wow, hij komt heel zachtjes mee. Ja, zou wel een goede vis kunnen zijn dus. Ja. Als er geen meer van is, want die zwemmen er ook genoeg rond. Ja, daar hopen we dus niet op. Zo, die past er net in volgens mij. Ja. Oei, oei, oei. Is ook wel echt een grote meel van Koos. Wat een ding, hè? Jezus. Nou, snel ontraken en dan hengel weer terug op de voerstrek. Ja, komt goed. Nou, mannen. Ja, waar is die dan? Wow. Dat is natuurlijk gewoon het net in. Dat is makkelijk. Waar is die dan? Oh. Hij is echt te groot. Dat was die dan. Dat was die dan. Nou, snel hengel terug, hoor. Boah, echt wel, ja. Het tempo erachter, hè? Nee. Karpers, ja. Karpers, die moeten we hebben. Die moeten we hebben. Ik heb het zo vaststellen. Ja. En kijk aan. Oké. Okay. Huh? Oké. Okay. Karper. Dat is nummer 20. Ja, dat is waar. Een beetje wild. Ja. Nog een paar nachtjes te gaan. En nummer 21. Ja, bizar. Echt niet normaal. 21 vissen. Ik heb weer de wildste, denk ik. En ik nu de grootste een keer. Dat is ook fijn. 18 kilo, hè? Ja, een mooie schub van 18 kilo. Echt een prachtvis. Ze zijn wel echt niet normaal druk hier. Dus laat ik één keer voor de camera zien. Dan kunnen ze ook weer gaan zwemmen. Oh. Zo, oh, wat een prachtige sessie is dit. Niet normaal. En een verschil. Ja, en een verschil. Ja, een verschil moet er wezen, hè? Ja, dat is waar, ja. Mooi, ja, man. Ja, bizar. Ja. Van dikke, mooie beschupte spiegels tot echt prachtige schubs. Ja, je weet nooit wat zelf goed voor jou te bieden heeft. Echt bijzonder. Nou, we gaan ze snel terug zetten. Ja, we gaan ze terug. Misschien worden het nog maten, hè? Ja, zou goed kunnen. Oh, geweldig. Zeker. Prachtig.
2,2 kilo. Mooie schub, niet dikker als normaal. Ook wel wild. Wel echt een mooie vis hier, zeg. Wow. Kijk eens, man. Hoeveel zit er blij mee? Zo, we hebben nog één nachtje te gaan. We gaan deze weer snel terugzetten. En dan zijn we benieuwd wat er in het laatste nachtje nog gaat gebeuren. Daar gaat hij dan. En gaan we nou eten, Tuin? Ja, we gaan nog even lekker een ontbijtje maken. En dan vast wat spullen opruimen. En dan vast naar de bus brengen. We hoeven morgen niet zoveel te doen als we een paar vissen vangen vannacht. Ja, het is weer, bloedheet ook. Ja, het is niet helemaal heet. En dan weer terug richting Nederland. Ja. 1200 kilometer rijden, maar dat was allemaal waar. Zeker weten, ja. Zeker. Mooi, man. Nou, daar zitten we dan. De laatste avond. Ja. We zijn 2 weken hier op Salagoe geweest. Ja, ja. Echt een bizarre sessie meegemaakt. We zitten nu op 23 vissen. En we hebben eigenlijk nog een nachtje te gaan. Dus wie weet, halen we misschien wel de 25 vissen. Maar zo even terug te blikken. Ja, die spiegel van jou, die 27,9 kilo. Ja, dat is echt het hoogtepunt van de sessie, als je het mij vraagt. Wat gewicht, hè? Ja, ja. Niet normaal. Hele mooie vis, ja. Massief gebouwde vis. Wel een van de oudere bestanden, denken wij. En het was ook echt wel een gevecht, hè? Het was een behoorlijk gevecht. Het zat 3 keer vast, maar we hebben hem weten te vangen, dus zijn er super blij mee. Ja, ja. En jij nog die rijen? Ja, ik ben een rijenkap, had ik ook echt niet aanzien komen hier, maar wel echt prachtig. Prachtige vis hier. Je weet nooit wat er hier uit gaat komen. Die was meer aan de kant, hè? Je hebt drie te krijgen. Ja, dat klopt. Die was wat ondieper, op een meter of 3, 4 was die. Ja. Mooi, man. Ja, he? Ik heb er in ieder geval van genoten. Ja, en ik ook zeker. Ik hoop dat we weer een toffe film hebben gemaakt. Ja. We gaan daar nog een laatste nachtje in en we kijken wat er nog uitkomt. Nou, laten we hopen dat we nog flink wel vangen. Ja, dat zou mooi zijn. Heel veel runsten hoeft voor ons dan ook eigenlijk niet. Nee, dat is een paar dikke, daar heb ik nog veel liever. Want morgen moeten we wel minstens 1200 kilometer rijden. Ja, dat is een goede 12 rijden hier, maar ja, dan heb ik wat. Nou, we kunnen wel morgen naar McDonald's, hè? Ja, oh, dan ben ik daar even lekker langs de McDonald's. Geweldig. Ja, daar ken ik ook wel van genieten. Ja, dat is, gaan we naar filmen? Daar gaan we zeker even filmen. Ja, daar gaan we even filmen. Ja. Dat is leuk, ja. Ja. Ja, mooi, man. Ja, op naar de volgende film. Zeker weten, Tik hem aan. Ja, bedankt, hè. Ja, Teun, we gaan er een drinken op de sessie. Ja. Zijn geen champagne glazen. Nee, dat niet. Zijn kartonnetje bekers. Voor mij ook even. Ik doe dit echt nooit, want ik ben echt niet van de champagne. Nou, ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Maar, camera 1 gaan. Nou, die ging goed. Wow. Zo. Kijk. Hatseflats. Lekker brassen, Koos. Ja. Nou. Huppakee. Op de sessie. Op de sessie, proost. Ja. Proost allemaal. Oh, dat is wel best goeie, ja. Ja, dat is goed. Krijgt de Frankrijk gaan. Die fles gaat op. Nou mensen, dit was Salagoe voor deze roadtrip tenminste. We hadden 23 vissen, vannacht niks meer gevangen. Op zich vonden we het niet zo heel erg, hebben we goed een beetje kunnen slapen. En 1200 kilometer voor de boeg, zou ik zeggen. En Teun, en even naar de McDonald's. En even naar de McDonald's, ja, dat is ook altijd lekker. Zeker weten, ja. Yes, was gezellig, man. Ja, zeker, man. Heel leuk, heel leuk. Die natuur, die ga ik denk ik wel echt missen hier. Ja. Ja, prachtig hier, niet normaal.
Nou, daar zijn we dan bij de McDonald's. En ja, we gaan denk ik er wel behoorlijk van genieten, of niet? Dat denk ik ook wel. Nou, smakelijk eten. Ja, bon appétit.